Hallo landgenoten. Ik ben Ayber Köprülü. Hey. Ik ben 19 jaar en ik ben moslim. Hey, chill jongen, chill. Zie je, dit is het fucking probleem. Ik hou van Amsterdam. Ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier zoveel meegemaakt. Zoveel mooie herinneringen. En sinds 11 september, sinds de moord op Fortuin, vooral op Theo van Gogh, is het hier echt een fucking vreemde bende. Plotseling staat een terrorist op mijn voorhoofd. En mensen zien spoken achter elke hoofddoek. Wat voelde jij precies toen je de eerste keer hoofddoek op had? Ik voelde me stoer. Hoe voel je je dan? Ja. Ik voelde me stoer. Omdat ouderen het altijd doen. Je ziet het bij je moeder, je ziet het bij oudere mensen. Dan, als je klein bent, dan heb je het gevoel van ik wil dat ook. Mensen om me heen doen het. Een hoofddoek is een religieus symbool. Dat wordt gedragen door islamitische vrouwen, oftewel door moslima's. Wel is de hoofddoek de laatste tijd aan het veranderen. Vroeger was het meestal zwart, simpel. Je kon de vrouw niet uit elkaar halen. Nu, kijk maar om je heen. Als je het mij vraagt, is er een serieus modeverschijnsel aan het ontstaan. Hier zie je bijvoorbeeld een assortiment aan hoofddoeken. Die voornamelijk door Turkse vrouwen worden gekocht. Die houden meer van het drukken en het wat meer kleuren. Je hebt ook wat bedektere kleuren. Aan de andere kant hebben we hier al achter je sjaals. De meer Arabische gemeenschap is meer aan van deze kant, zeg maar. Nu ben ik ook Marokkaans, dus ik hou niet van de drukke kleuren. Dus ik denk dat het een beetje cultuurgebonden is. Okay. Wat je ook hebt, zijn die hele lange hoofddoeken. Dat zijn deze. Oh, ja. Die worden ook steeds meer gedragen. Dat zou heel mooi zijn. Zo. Sinds wanneer draag jij al een hoofddoek? Al een tijdje terug. Even kijken, het was sinds de eerste ben ik er echt mee begonnen. Dus dat is nu 7 jaartjes terug. En hoe oud was jij toen je hoofddoek op had? Voor het eerst, ja, ik heb het een tijdje gedragen toen ik 9 was. Een paar maanden volgens mij. En toen weer op mijn 14e. En ik neem aan dat dat heel verschillend is, hè, het gevoel dat je 9 jaar en 14 jaar bent. Ja, natuurlijk. De eerste keer voelde ik me stoer en de tweede keer was het meer omdat ik het gevoel had dat ik het moest doen, omdat ik ergens in geloof. Ben je dan gewoon deze hoofddoek gaan dragen en ben je daarmee verder gaan of is het steeds gaan veranderen? Dit is mijn tweede soort stijl. Het was eerst gewoon een hele normale, simpele. Net als hoe de moeders het dragen, zeg maar. Maar sinds de derde of zo draag ik hem al, zeg maar zo. Oké, en dit zijn twee hoofddoeken of zo? Ja, dit is een zeg maar onderkapje en dit is een sjaaltje eromheen. Okay. Nou, is dat het mutsje? Zo. En dan kun je zo'n band, even rood, zo'n band overheen doen. Een beetje voor de versiering. Als je het leuk vindt om je hoofddoek een beetje anders te versieren. Sjaaltje eroverheen. Nou, dat is een beetje een leuke hoofddoek. Je hebt nu, zie ik, een zwarte hoofddoek. En je hebt ook zwarte schoenen. Doe je dat bewust? Of, Laat me zo zeggen, zwart zit het lekkerst naar mijn gevoel. Dus ik doe voornamelijk zwart, maar af en toe in de zomer komt er ook variatie qua kleur in. Nederlands vrouwen droegen vroeger hoofddoeken. Belachelijk, alleen het idee al. Nou ja, ik zit nu voor Tabitha, het bejaardentehuis. En ik ga dus oude vrouwtjes ga ik vragen of zij dat vroeger echt daadwerkelijk deden. Hoofddoeken dragen. Ja, dat is waar. Ja, ik heb ook wel hoofddoeken gedragen. Meneer, wat vond u ervan dat uw vrouw een hoofddoek droeg? Ja, ik had vroeger wel eens een pet op. Dus ik zie het liever dan een vrouw in een korte broek hoor. Echt waar? U ook meneer? Ja, als ze een hele jonge vrouw is. Ja. Maar oudere vrouwen in een korte broek is geen gezicht. Dames, wat me eerst aan jullie opvalt is dat jullie allebei jullie hoofddoek heel verschillend dragen. Hoe komt dat? Als ik het zeg maar hier dicht doe, dan kan je niet zo goed om me heen kijken, vind ik. Okay, dus dat geldt voor jou. Dus jij kan volgens haar niet goed om je heen kijken. Echt wel. Dit lijkt me gewoon meer Turks. Ik weet niet. Meer Turks? Ja. Dus jij bent Turks? Ja, ik ben Turks. En jij bent Marokkaans? Marokkaans, ja. Waar koop je hoofddoek eigenlijk? Waar ik mijn hoofddoek koop? Ja. Overal nergens. Nou, of je krijgt ze. Sjaaltjes en zo krijg je af en toe van mensen uit Saudi-Arabië of wat dan ook. Maar voornamelijk gewoon, je hebt verschillende winkels. Uit Saudi-Arabië? Ja. Oké. Okay. Daar krijg je ook gewoon van die hele mooie sjaaltjes. Daar heb je zelfs Gucci sjaaltjes en zo. Dus, serieus? Ja. Ik heb wel eens een hoofddoekje op als ik op het strand lig, dan even om mijn haar te beschermen. Maar als het een onderdeel wordt van de mode, ja, zou ik wel meedoen. Zo ben ik wel. Ja, en u? Ja. Nee, ik niet.
Nee, ik draag geen nou, dan heb ik wat voor u. Oh, oh jezus. Maar jullie hebben nu toevallig allebei zwart aan. Hebben jullie ook andere kleuren thuis? Ja, natuurlijk. Ik heb bijna van elke kleur een hoofddoek. Dus je hebt ook een knalrode hoofddoek? Ja. Dat is opvallend. Dat is wel opvallend, ja. Maar ja, niet, het is zeg maar opvallend, maar ja, het is wel opvallend. Ik vind het er wel goed uitzien, moet ik zeggen. Beetje Saint-Tropez, of niet? Het was een zware dag. Het is inmiddels 6 uur. Ik ga straks eindelijk eten. Ik ben helemaal back af. Maar ik kan wel concluderen dat mode en religie niet tegenover elkaar staan. Zoals je ziet. Religie is in de mode.